Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Vroeger was dit Ven, dat behoorde niet tot het kloosterterrein. Maar de monniken mochten hier wel wandelen. Maar er kwamen hier ook wel dames uit de omgeving, vertelde men, die hier wat kwamen badderen. En de abt, de toenmalige abt, was daar niet zo gelukkig mee dat die monniken dat eventueel zouden zien. En dat ze hier gebroken flessen rond het Ven hebben aangelegd. Vanuit de brouwerij. Vanuit de brouwerij. Zodat de dames hier niet meer zouden komen. Is niet erg christelijk. Nee, niet erg christelijk. Al die mooie door God geschapen damesvoetjes die zo. Ja, daar is een mannetje nou weer minder mee bezig, denk ik. Ja, maar het is wel Gods schepping, hè? Ja, dat is ook waar. En niet verkeerd. Goedendag en welkom bij deze wel heel speciale aflevering van de kloosterserie van Kruispunt. We staan hier voor de abdij van de Trappisten in Berkel-Enschot. Die abdij heet Koningshoeve en viert het 125-jarig bestaan. De gast van de Trappisten is 2 uitzendingen lang niemand minder dan Herman Vinkers. Ja, een week geleden, ja. Goedendag. Dag Herman. Dag Herman. Moet blijven staan. Ja, nee, mooi. Het hek ging zo voor je open. Van dan kon je makkelijk een klooster uit en erin, maar dat ging heel moeilijk. Eerst naar binnen een koffie, eigenlijk. Maria ontvangt je al met open armen, zeg ik. Ja. Ziet er mooi uit. Maar verlang je een beetje naar de stilte? Ja, de snelweg ligt hier flank bij het zee. Ik heb me eerlijk gezegd wel ingesteld op wat drukte. Ja? Ja, ik ben hier niet alleen. Er zijn aardig wat mensen hier. En rustig alleen eerder is er ook niet bij, want het is met heel veel mensen aan tafel. En het is nogal een druk programma. Je bent nogal s'morgens om 4:15 bij er al uit. Dus, maar goed, daarna krijg ik de rust wel weer, denk ik. Dit kloosterblijf komt wel naar een periode waarin je het druk hebt gehad. Waarin je veel aan je hoofd hebt gehad. Ja, nou, dat kon er wel goed uit. Afgelopen week ben ik heel erg druk geweest met politiek. Maar met politiek, Herman? Oh, dat is verschrikkelijk. Dat had te maken met Vliegveld Twente, maar je hebt gewoon... Mensen zeggen niet wat ze denken of willen of vinden. Ja. En je hebt een zogenaamd politiek debat. Nou, je ziet het nou ook in de Tweede Kamer met Rita Verdonk en zo. Normaal is toch een debat of een discussie is een gedachtenuitwisseling. Goh, hoe denk jij erover? Misschien kunnen we elkaar voeden, maar dat is niet de bedoeling. Je hebt gewoon een vooropgezette mening en dat ram je eruit. En de schreeuw, dat praat je tegen elkaar in. En het is vooral niet de bedoeling dat je van gedachten verandert. Het is een treurige wereld. Ja, maar je hebt gelukkig de humor nog, hè? De humor en ik hoop dat... We gaan naar Ik moet zelf ook even stiller worden, merk ik dat wel. Ja? Ik babbel aardig wat, hè, voor mijn doen. En dit is al 's morgens vroeg. Het is 's ochtends vroeg. Ja. Het is voor de klok van 4. Ik bel even voor jou. Hoe is het? Hallo. Goedemorgen. Herman Vinkers. Ja. Hartelijk welkom. Kom verder. Want het is slecht weer buiten. Dus. Ja, kunt u nog een novice gebruiken? Ja, zeker wel. Ik ben heel makkelijk en ik eer alles. Zal ik een even de koffie? Of ja, lukt het? Ja, dat klopt. Wat is 10A? 10A, hier is je kamer. Kijk eens, de bloemen. Oh, hier kun je wel geconcentreerd zitten. Ramen zitten erg hoog. Ja. Want het kijkt op een binnentuin en als daar die monniken dan meditatief aan het rondlopen waren en dan zouden al die gasten uit het raam gaan hangen, dan lijkt dat natuurlijk enorm af. Maar dus de stoel staat ernaast. Dus. Ja, je kan wel op de stoel gaan staan. Dit is onze abdijkerk. Het is geweldig. Dit is een plaatje. Ja, niet alleen een plaatje. Een van de mooiste dingen vind ik dan
toch dat rozet. Ja. Normaal zou je daarvoor naar de Notre Dame moeten of zo, maar we hebben het gewoon hier in huis. Dan moet je bedenken, gasten kwamen vroeger niet verder dan hier, hè? De mannen. Ja. Die mochten dan via de bovengang van het gasthuis kwam ze tot hier. En je had vroeger dus monniken. Maar waren die al die banken bezet vroeger ooit? Ja, in de hoogtejaren hebben hier 140, 150 monniken gewoond. Zo. Ah, dat is een andere koek, hè? Ja, dit is dus een kapel die we dan door de week gebruiken. En dit vind ik zelf een van de mooiste plekjes. Als ik nou voor het nachtoffice zie, dan als alles goed loopt of zoals ik wil, dan ga ik hier al een half uurtje zitten. Dus ik sta dan 4:15 op, 4:30 beginnen met nachtoffice en dan is dit mijn vaste plekje. En dat is dan een periode waarin je woordeloos bij wijze van spreken kunt bidden, of weer in het bidden noemen. Een van de eigenschappen van God is barmhartigheid. En als je nou naar het Hebreeuws kijkt, dan heeft het woordje barmhartigheid en baarmoeder hebben dezelfde opbouw, dezelfde, het Hebreeuws bestaat. Dus die geborgenheid, veiligheid. Dus, ik noem dit altijd een beetje zwemmen in het vruchtwater dan. Ja. Zo, die barmhartigheid van God, dat zwemmen in die baarmoeder zo van woordeloos toeven. En dat geeft op een gegeven moment ook een rust. Je hoeft niet meer alsmaar achter allerlei dingen aan te lopen rennen van dat heb ik nog niet gezien of zou het daar dan zitten. Dat is de ellende van deze tijd geeft. Als je naar zo'n bepaalde constante stroom prikkels gewend, dat elke keer wat nieuwe kick bedacht om nog maar mensen enigszins wakker te houden. Waardoor je juist in het gewone het niet meer ziet. Alles moet dan niet gewoon zijn. Maar. Terwijl, vaak heb je mooiste momenten zijn. Als je een opera hebt of zo, of een toneelverstelling waarin bijna niks gebeurt. En dat één heel klein, simpel gebaar, dat je het helemaal volschiet. Ik ben als uitgescholden voor stilte neuroer. Ik heb helemaal geen hekel aan geluid. Kijk, als mijn buurman, ik woon tussen de boeren. Als mijn buurman aan het maïs hakselen is, of die stront aan het mixen, of met de trekker bezig, vind ik dat mooi. Ik denk, hij is bezig, hij is aan het werk en als hij klaar is, dan drinkt hij koffie en dan is het stil. Maar een continue ruis die dwingt jou om je gedachten op een soort afstompingsknop te zetten. En daardoor word je minder ontvankelijk. Iedereen is met een zoektocht bezig, alleen maar. En iemand die niet zoekende is, en ik bedoel dan niet zozeer gelovig, maar überhaupt, de eerste vraag van de catechismus, waartoe ben ik op aard? Dat is een vraag die iedereen zich zou moeten stellen. Waartoe ben ik op aard? En bij mij duurde het vrij lang voordat ik dat wist. Ik vond het echt een. Ik was net op mijn 25e, toen in één keer belandde ik toevallig op een podium en toen merkte dat ik mensen aan het lachen kon laten krijgen. Maar ook alleen maar op een podium hoor, buiten een podium niet, maar op een podium wel. En ze dan nog blijkbaar. Toen was ik al lang blij dat ik iets wist waartoe ik op aard was. Want dat lijkt me wel goed werk, mensen laten lachen. Ja, hij die doet lachen, dat heb je een duidelijke functie.
Toen even later ik zelf ter wereld kwam, maakte ik een zodanige indruk op mijn vader dat hij geëmotioneerd raakte en begon te huilen. Iedereen in de kamer werd stil. En mijn vader bracht snikkend te berde: ja, nu weet ik zeker dat ik 2 kinderen wil. Ik was thuis de 3e. Herman Vinkers, cabaretier. Bijna 7 jaar geleden stopt hij met optreden. Omdat, zoals hij zelf zegt, de pruimen op zijn. De nieuwsgierigheid is weg. De inspiratie ontbreekt. Kort daarop blijkt dat hij een relatief milde vorm van leukemie heeft. Ja, dat zie ik helemaal niet als lijden. Ik heb wel wat onder de leden. En je kunt de beren niet hebben, maar ik heb er geen last van. En ik mag ook niet, bepaald niet klagen, vind ik. En Dat is niks mee te maken. Het is alleen dat je veel mensen, als ze lijden zien, geloven ze niet meer in God. En dat is mij altijd vreemd geweest. Ik heb juist als ik lijden zie, zie ik God. Hoe zie je hem dan? Nou, God is voor mij een lijdende God. En hij heeft ons net zo hard nodig als vice versa. Dat geloof ik zeker. En hij zit... dat vind ik ook zo mooi van het hele begrip van de Maria-verering. Op school werd vroeger verteld, voor God was er niks en Maria is zijn moeder. Eigenlijk kan dat niet en toch kan het wel. God schept Maria, zodat Maria hem kan scheppen. En die wisselwerking is zo... Dat ontroert mij dat het zo van beide kanten zo afhankelijk is. Ook het beeld van, dat zie je in het Nieuwe Testament en niet in het Oude, maar het beeld dat God zo'n ontzettend afhankelijk kind is. Dat in de arm van een eenvoudig jong meisje van een jaar 15, 16 ligt. En op de vlucht nog naar Egypte. Ja, dat is een hopeloos stukje mens. En dat is dan die hele grote machtige God geworden. Dat vind ik ontroerend. Dat het universum teruggebracht wordt tot een heel klein iets. Alle krachtigste zit in iets wat je zo dood kunt maken. Hij heeft zich ook laten kruisigen en hij kon gewoon doodgemaakt worden. En dat geldt eigenlijk ook in de natuur ook. Je ziet, het is onvoorstelbaar hoe gul de natuur is. Je ziet de prachtigste bedenksels bloeien en vervolgens komen uit het ei. En ze zijn ook zo weer dood, zo gepakt of gedaan. En dus hij heeft blijkbaar, schoonheid is voor mij ook een godservaring. En God heeft er blijkbaar geen moeite mee om zich zomaar te laten, om zeep te laten helpen eigenlijk. En dat vind ik wel juist heel krachtig en ontroerend. Je mag wat ons beleefd. Ja, wat mij betreft, intreden in de schola. Maar dan moet je ook intreden in het klooster natuurlijk. Ja, dat is wel moeilijker. Nou ja, het bier is goed. Hier. Ja. Het is alleen de... Nou, met deze heren wil ik elke dag zingen. Dat is heel therapeutisch ook. Dat zijn allemaal hele zachte mannen die ook zacht zingen en kwetsbaar. En dat hoort bij die muziek. En ja, het begint gewoon, je sluit je gewoon aan. Iemand zei ooit eens Gregoriaans, het zingt al, je hoeft alleen maar mee te zingen. En we hebben deze mannen ook, dat komt gewoon op, je zingt mee. En het is mooi licht. Alleluia. Veel anders dan toen ik hier binnenkwam. En het is zo... Ja, heel katholiek. Het is allemaal goed. Het is goed. Het is,
Want toen je binnenkwam, had je nog een hypergevoel? Ja, vol ergernis en zo. Ergernis over alles wat er speelt in Twente en wat je bezighoudt. En dan kom je hier en ben je een paar uur en dan zing je Gregoriaans. Ja, maar je merkt ook wel aan die mannen zoals ze zingen dat het, of dat het monniken zijn die zingen. Vanuit een bepaald soort vertrouwen gewoon overgaan. Goed zo. Mooi, hè? Dat is zeker mooi. Ja. Het is prachtig. Het is gewoon een lekker gevoel. En dan ben je die sinoleia een keer kwijt. Hoewel ik nog niet eens een sinoleia ben, maar hoe zou ik mezelf noemen dan? Ik ben wel blij dat ik er even vanaf ben, ja. Je bent even weg van jezelf. Ja, dat gepieken waar je altijd mee bezig bent. Dat gepieken. Ja? Ja, ik weet het niet. Dat denkt allemaal maar door en dat denkt maar door. Op een gegeven moment nog eens keer op. En als je zo zingt, je bent ook zo geconcentreerd aan het zingen. Je hebt geen tijd om te denken. Als je even denkt, dan ben je er ook uit. Looft God de Heer. Heer, zegen ons in deze spijzen die we dankzij uw mildheid gaan gebruiken door Christus onze Heer. Amen. De diepste relatie tussen God en het lijden heb ik ervaren toen een jaar of drie geleden mijn tweede oudste broer dood is gevonden. Die hebben we lang gemist. Hij heeft lang als dakloos in Amsterdam geleefd. En toen ben ik met mijn moeder naar die plek gegaan waar hij gevonden is. We hebben hem een half jaar gemist en hij bleek daar een half jaar gelegen te hebben. En ik ben met mijn moeder naar die plek gegaan. En daar hebben we samen, en een zusje van mij was erbij. Daar heb ik haast lijfelijk God aanwezig gevoeld in dat lijden wat we met z'n drieën hadden, bij mijn moeder misschien het sterkst. En daar ook de kracht gevoeld om tegen mijn moeder te zeggen van nu moeten we hem loslaten. Als we dan ook geloven in God, dan moeten we hem niet elke keer met zijn benen weer naar de aarde terugtrekken. Waar zat God dan in? Komt terug en een half jaar blijkt hij daar gelegen te hebben. Mm. In welk besef komt dan God te boven? Dat we dat konden op die plek en dat hij daar zo troostend aanwezig was. Ondanks het feit dat dat een hele heftige eerste confrontatie was. Hij heeft ongetwijfeld ook nog een naam. Hans. Ja. Dat heb ik naar de politie geschreven ter verwerking. Omdat alles maar over dossiers ging en ik moest op een gegeven moment samen met mijn moeder s'avonds in Amsterdam rijden om DNA-materiaal en dat bleef altijd maar een dossier. En er zijn twee dingen die ik me eruit bijbreng. Er is een vrouw die heeft hem gevonden terwijl ze de hond uitliet en die heb ik we hebben toch van een plaatje een soort gebedprintje toch kunnen maken. En dat heb ik die vrouw opgestuurd die hem gevonden heeft. Want ik zeg, en die was zo blij van, die noemde hem mijn lijk. En die kreeg een naam, dat werd Hans. En dat bij de politie nooit het geval was, toen, dat was voor mezelf een stukje verwerking, heb ik datzelfde prentje gestuurd van, het is om een mens gegaan. En dat heb ik zo gemist in het hele gedoe eigenlijk.
Het is hier heel open en gesloten tegelijk. Het is een heel contemplatieve orde. Men heeft ook wel het gevoel, we moeten ook weer iets terugstralen. Ja, dus je bent hier nog een paar uur binnen en je hebt het gevoel of je hier een paar weken bent. Ik heb ooit een klein gedichtje gemaakt in Twents. Komt me hierop aan, zei ons slim heer, met een zware calvinistische gedachten. Dan vertel ik u van de weg, van de waarheid en van het leem. En dan kun je weer lachen. Ja, dat vind ik heel katholiek. Ja. En dat merk je hierin. Het helpt nu niet dat je wordt door die complete ook zo rustig dat je gewoon lekker leeg bent en zonder te veel prakkersorties. Maar waar prakkerseer je dan over? Prakkerseer je dan bijvoorbeeld? Futiliteiten. Allemaal vooral associatief. Ik plak de één associatie aan de andere. Dan denk ik, hoe kom ik hier nou een keer op? Ik heb gelukkig van die handicap mijn beroep gemaakt. Maar eigenlijk al die verhalen die ik aan elkaar koppel zijn allemaal van dat soort associaties. Dat ik denk, dat is een rare gedachte. En wanneer gaan we weer beleven dat die functie zichtbaar wordt, dat jij gewoon weer echt in het theater staat? Vandaag niet meer. Morgen ook niet, dan ga ik nu pas weg. Snel, denk ik. Ja, snel. Ja, ja. Ja. Ja nou. Hoe heet het? Ja, ik hoor het. Maar wat is snel? Ik ga geen planning meer maken. Nee. Het vervelende is, ik heb van mezelf een idee. Maar op het moment dat ik zeg dat en dan ga ik doen, dan wordt mijn zuster weer knettergek, want die doet de boekingen en dan gaat iedereen bellen en dan gaat de krant al schrijven en dan is het ook niet meer leuk. Ik bedoel, het leuke is van, ik heb iets en dat wil je aan mensen laten zien. Zo simpel is dat. Nee. Maar ik heb 6 jaar niet meer opgetreden en dan komt er gelijk weer zo'n gedoe omheen. Dus dat nee, wil je niet. Nou, mooi vanuit rust. Vanuit het klooster even rustig. Ik kom er morgen nog op terug. Op Gregoriaans. Op Gregoriaans. Ik merk dat je als je tekst in het Nederlands zingt, of Nederlands Gregoriaans of in het Latijn, waar het precies is, weet je niet. Maar je zit op een of andere manier op een andere dimensie. Op een of andere. Misschien juist omdat het zo'n dode taal is. Heb je dan toch meer behoefte aan dat mysterieuze wat erin zit? Mysterieus. Het verwijst meer naar, pas op met deze tekst. Leg het niet te letterlijk uit. Je doet het met een dode taal. Die niet zo rechtstreeks in je eigen taal, want je wordt heel snel afgeleid door de alledaagse betekenissen, heb ik zelf. En als je dus heel ontfermend zingt, ja, wie weet eigenlijk wat ontfermend is of wat heilig is, heilig, heilig, heilig. Ja, wat is heilig, dat weet eigenlijk niemand. Maar als je de Sanctus zingt, dan heb je een soort... Dus is het voor jou ook een heilige taal? Maar die taal op zich niet, maar makkelijke middel om tot heiligheid te komen. Okay. Omdat je een soort gepaste afstand bewaart tot het begrip. Ja, en dan zit denk ik dan een verschil in, want wij gebruiken dus de psalmen van Gerrit en van de Heide. De twee dames worden ze overal genoemd, twee protestantse vrouwen. Ida Gerrit en Marie van der Zijde, bekend ook in de Nederlandse dichtkunst. Die hebben heel Hebreeuws ook geleerd om tot die vertaling te kunnen komen. Hij is niet perfect, maar dit is een van de weinige vertalingen die zich laat zingen. En die teksten zijn soms zo archaïs. Mm. En dat is wat wij ook wel eigenlijk opzoeken. Maar dat is het, oh, ja. Bijvoorbeeld Psalm 137. Sla de kinderen tegen de rots te pletten. Ja. Nou, ik weet dat er kloosters zijn, gemeenschappen waar men het niet zingt. Omdat men... Maar ik meen dat het Ida Gerhard is geweest die daar zelf een stukje exegese bij geschreven heeft. Van waar het dan in feite om gaat. Zij haalt het voorbeeld uit van stel dat er na de oorlog Bijltjesdag geweest zou zijn. Wat zou er dan niet opgekomen zijn?
Ja, dus eigenlijk brengt die tekst je ook wel bij je eigen agressie. Van wat heb ik daar zelf in zitten en hoe ga ik daarmee om? En de diepte van die kwaadheid, waardoor je in een vorm... Ja, maar ik kan me voorstellen dat je die psalmen elke week... Ik weet niet of je elke week ook alle 150 psalmen... Dus elke week, je staat 's morgens net op en je hebt misschien ook wel iets... ik lag nog liever in mijn bed of zo. En dan in één keer psalm 137... Dat je ook haast als een soort zo'n gruwelijke tekst eigenlijk, die zoveel zegt, ook als een gewoon gewoonte doet. Terwijl ik denk, ja, als je dat in het Latijn doet, heb je ook al een soort veiligheidsmarge daar tussen, dat je niet zo'n gruwelijke tekst heel snel... Nou, wordt daar wel wat mee... En mensen in de kerk schrikken zich ook te pletteren misschien. Ja, maar wij denken iets anders, hè. Dit is liturgie en mensen sluiten zich daar weer aan. Ja. Zondags wijken we daar wat van af. Ik bedoel, als je moet preken, dan hou je rekening met... Maar dat is ook altijd het lastige, want je zit op twee niveaus te spreken. Wat dat betreft, je gaat ervan uit dat je medebroeders toch iets meer in bepaalde teksten thuis zijn, waardoor... Nou, hoewel ik wel eens denk dat priesters te veel denken dat ze voor de gelovigen te veel op de knieën moeten gaan zitten en uitleggen. Ik merk zoals bij gewone mensen dat ze juist een andere behoefte hebben aan een wat... intellectuelere uitleg, preek. Dus ik luister liever naar abdijpreken dan naar een preek in een parochiekerk. Dan gaat er vaak, waar zijn we weer druk geweest van de week en was het weer, we gaan weer inkopen doen voor de kerst. Terwijl zo'n Amstel Grün is ook erg geliefd tegenwoordig. Maar die schroept toch ook de diepere spiritualiteit in. Dus ik weet niet of het zo nodig is om zo op twee niveaus te spreken. Nou, je moet er in ieder geval wel rekening mee houden. Als je bijvoorbeeld... Zo erg is het soms, dat laatst, een paar jaar geleden, had een van mijn medebroeders, die had de Bijbel meegenomen van wat heb ik hier. Ik heb een mooi boekje gevonden. En na de mis kwamen mensen vragen, waar kun je dat ding kopen? Dus, zo erg, dus, dat is wel heel katholiek. Dat kom je dus ook tegen, dus het heeft die twee kanten en dan moet je toch altijd een beetje in het midden. Maar je houdt wel een beetje rekening met je psalmschema van wat je in het nachtoffice bijvoorbeeld zingt. Ja. Ik bedoel, dan begin je niet gelijk met hel en verdoemenis. Ja. En aan de andere kant, dat is toch over het algemeen het moment van de dag dat je het meest onbevangen bent en ook die teksten het meest met je doen. Ja. Nou, wat ik zo mooi vind van die louden die ik dan meegemaakt heb, dat sta je net op uit de nacht en het begint eigenlijk met nachtmerrieachtige teksten, gruwelijke teksten, dat je angst bent, bang bent en voor verdoemenis. En gaan eigenlijk die teksten, naarmate het lichter wordt, worden die teksten ook optimistischer. Ja. Van hij komt, hij zal mij redden. Ja. Dus je wordt eigenlijk uit de nachtpsyche naar de dagpsyche getrokken. Ja. Overdag voel je je wel de kerel, van de zon schijnt, maar s'nachts dan ben je ontvankelijk voor... Waarbij de traditie dan weer zegt van voor de nacht weer, dus de vespers, voor het slapen gaan, moet je de hersenen niet te veel vermoeien. Dus dan moet je met je lezingen en je teksten weer oppassen dat je uiteindelijk de mensen toch een enigszins rustige nacht zou kunnen gunnen. Ja, ik bedoel niet in een hele intellectuele moeilijke tekst, maar gewoon dat je in de aansluit bij het gevoel wat je 's morgens hebt. Ik ben normaal een ochtendmens en dus ik ben een beetje ongelukkig natuurlijk. Van 's ochtends dan ben je heel, dus ik wel kwetsbaar. Dan ben je een soort, als je dan bijvoorbeeld, ja, ik sta dan vanochtend op en dan denk ik, och jee, ik heb afgesproken om naar een klooster te gaan en een camera erbij en waar ben ik aan begonnen? Terwijl als je één keer wakker bent en je zit in de trein, dan denk je, dat lijkt me heel erg leuk. Dus, en die teksten van die louden die sluiten eigenlijk aan bij het gevoel wat je dan op dat moment hebt van, oh jee, gaat het allemaal wel goed? Wij zoeken erg de naaktheid van die teksten, de rauwheid. Dat vind ik ook het fascinerende van die psalmteksten. De rauwheid van het bestaan die toch... Nou, in je meest opperste verwarring heb je dan ook... Geeft dat iets van herkenbaarheid of... Ja. Ik heb psychologie dus gedaan, maar eigenlijk zit de hele psychologie hierin. Want ik dacht dat Jung was, die zei dat in de graduale, dus de hele liturgie van het jaar, die jaarcirkel is, maar ook de cirkel van de dag, zitten eigenlijk alle facetten van de menselijke geest zitten daarin. Alle archetypische dingen en gevoelens, ook in die psalmen, ook van haatgevoelens tot aan hele vredelievende gevoelens. Ja. En dat is natuurlijk de psychologie bij uitstek die helemaal in de liturgie zit.
Maar ook in de uitbundige kant, hè? Als je bijvoorbeeld dat fragment van dat David daar voor die ark loopt te dansen. Dat de ark dus van Silo naar Jeruzalem wordt gevoerd om daar een plek te krijgen. En dat zie je voor je als je die tekst dan leest. En naarmate je somberder maakt die tekst en daar geen toeters en bellen. En dan zie je dus zijn vrouw uit het raam kijken die denkt, die idiote malle kerel. Dat zijn aspecten van de Bijbel die we zo vaak... Maar het grappige met de liturgie is dan, de liturgie gaat maar door omdat het een vast ritme is. Dus soms kun je jezelf heel somber en depressief voelen en heb je hele uitbundige vrolijke tekst. Ja. Maar dat het tegen elkaar staat, heeft dat ook wel zo'n functie? Heeft zo'n functie. En ook al heb je dan niet zo'n uitbundige tekst, maar juist een hele somber tekst, dan kan dat ook weer het gevoel geven, ik sta er dus blijkbaar niet alleen in. Ja, of het valt met mij nog wel mee. Ja, precies, dat kan ook. Ja. We lopen een stukje verder. Ja, en ik denk wel eens dat hij zo eenzaam was dat hij al dat lijden ervoor over heeft. Ja. En aan de andere kant ook dat kwetsbare van, het is ook niet degene die maar aan een touwtje trekt en dan komt die tsunami of een aardbeving. Ja. Dat kan ik ook niet geloven, maar... Ja, als je een kruis hangt, dan trekt hij bepaald niet aan de touwtjes. Laat hij ons aan de trouwtjes trekken en dan kun je zien wat er gebeurt natuurlijk. Zo solidair met de mensen, dat de mensen het scenario in handen namen. Ja. En de uiterste consequentie. Een van de mooiste fragmenten vind ik daarin Elie Wiesel, die verhaalt dat een keer. God hangt daar. Toen iemand opgehangen werd in Auschwitz van waar is God nou? Ja. En dat las ik in uw interview. En ze zegt, ja, hij hangt daar. Nou, dat zou je eigenlijk ook naar het kruis kunnen zeggen. Zelf was ik begonnen met een liedje, maar nooit afgemaakt. Maar naar aanleiding van die foto van een meisje, de bekende foto van een meisje dat met haar pop in zo'n treinwagon zit, die nog iets op een kier staat en ze wordt afgevoerd naar Auschwitz. Ja. En onder die foto stond, waar was God op dit perron? Ik denk, nou, daar kun je een mooi liedje van maken en dan eindigen met, en God houdt haar pop wat steviger vast en wordt een dag later in Auschwitz vergast. In feite is dat natuurlijk... Ik heb heel sterk het idee dat God niet met ons meer leidt, maar wij met hem. Dat al het lijden wat je ervaart, al is het een klein vogeltje wat opgevreden wordt, dat is allemaal zijn lijden. En wij hebben ons eigen lijden, wij helpen hem daarmee. Dus we helpen hem zijn kruis te dragen. Zo'n idee heb ik daar eigenlijk wel eens.